Het gewezen DNA-lid Frederik Finisi is afgelopen zaterdag beëdigd tot districtscommissaris van Brokopondo. Finisi heeft bijkans 22 jaar dit district vertegenwoordigd in het parlement. Siree Boutersen is met de nodige opopo naar de Kroete Osse te Bronsweg begeleid. Finisi mocht in handen van het staatshoofd de eed afleggen. Hij is daarna gezegend door bisschop Karel Tjuni. De nieuwe DC neemt de scepter over van DC Kenya Pansa. Minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling bracht dank uit aan de burgermoeder voor het werk dat zij in het district heeft verzet. De beëdigde DC gaf aan dat hij een zeer gedreven jongeman is die zich goed heeft voorbereid op zijn nieuwe functie. En hier sta ik vandaag voor u in persoon van gewezen DNA-lid en nieuw beëdigde districtcommissaris om mijn taak met succes te doen vervullen. Ik wil DC Kenya Pansa bedanken voor het prachtig werk dat zij heeft neergezet. Een goede opvolger, dat zal ik zeker zijn. U zult zich afvragen waar ik mij zal gaan focussen als DC. Ik zal mij gaan focussen op het volgende. Ten eerste, de vier pijlers, namelijk de economische, de sociale, de politieke en de ecologische pijler die voor vooruitgang en duurzaamheid moeten zorgen. Finisi zal zich ook inzetten om het onderwijs en de gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen. De nieuwe DC maakte van de gelegenheid gebruik een lied te zingen. Hij had eerder daartoe niet de gelegenheid in DNA. U hoort daarna president Boutersen die de DC verzocht om voort te bouwen op het pad van de ontwikkelingen van Suriname. Er is nog wat in ons land, maar nooit kan ik praten. Nooit krijg ik kans in dit land, daarom zal ik mij onweg banen. En ik zal begeleiden dit hele land. Ik breed hier aan een toevoeging voor de jury, omdat inderdaad de agenda ook hier zuiver op. Ontwikkeling en wie altijd naar infrastructuur in Kosabi. Met jou aan toe heuvel steuntjes geïnteresseerd. We takken wij over infrastructuur, volksgezondheid. En ik breed misschien voor de fractieleden dat idee, omdat vaak hij dat over. Woningbouw. Mijn is over woningbouw. En voornamelijk is de jong man zijn de bangi en ijspapieren dat ik kan loodslepen dat je maar in dat probleem. Ik heb ook samen in de DNA regering provisie dat die de man zou wani en de morgen eenvoudig man hoe de staat. We hebben de bouw van Tjintang. President Desiree Boutersen afgelopen zaterdag de Bronsweg bij de beëdiging en installatie van Frederik Finisi als DC van het district Brokopondo. De beëdiging heeft plaatsgehad in de Kroete Osse te Bronsweg.